Marijke Groenewoud, wat is die allereerste herinnering aan de Olympische Spelen? Mijn allereerste herinnering? Hoe bedoel je? Nou ja, wat is het eerste wat je wist van de Spelen? Hoe lang liep het? Oh, zo. Nou, achter jullie. Ik denk dat het mijn eerste echte Spelen was wat ik echt mooi maken ga, zeg maar. Dat ik echt voor de televisie zie het. Wat wist er nog van? Nou, ik weet dat Jorrit dit 10 kilometer woont. Dat kan ik me nog goed herinneren, maar vierde eigenlijk ja, weinig. Hoe beleefde je vroeger als Lietsfamke die Olympische Spelen? Wie dat echt, nou ja, een ding bij je? Nou, dat voel op zich wel taal, maar mijn hart met me ziet er altijd voor. Dus als ik thuis ben, dan zit ik erbij. Maar ik zeg maar wijze, ik ken ook boeten, maar de vriendin te bad zien wie. Dus het wie net dat ik plat op een bank zie. Het wie net zo dat het schema van de Spelen lierend wie in Huizen Groenewoud. Nee, dat valt wel taaier. Nee, dus hart met me zitten er wel altijd voor, maar nee, op zich valt dat wel taal. Ja. Is dus nou ja, inderdaad dan die allereerste herinnering dat je Jorrit Goud winstjoen haast op de 10 kilometer? Ja, ik weet net precies hoe het zit, maar dat is me gewoon bijbleun. Maar ik weet net dat mijn allereerste herinnering echt wie. Ik zou vast wel meer schoen haast, maar dat is iets wat me wel bijbleun is. Waarom eigenlijk? Ja, weet ik niet. Dat kan ik me nog gewoon herinneren dat hij de 10 kilometer woont. Oh, dat... Paard zit nu bij me in de ploeg. Ja, daarom. Ja. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, zeker. Ja, ik weet net misschien dat ik toen... Ja, ik houd de mensen zitten altijd voor. Ik denk dat ik toen gewoon op de bank zit. Nou ja, ik weet het net. Ja, en nog is het inderdaad mijn in de ploeg. Ja, klopt. Is dat er nog mijn mohan toevallig? Nee, dat net, Jer. Nee. Nee. Nou, je is toch zelf naar de Spelen? Ja, nou is het aan zelf, ja. Is ja, dat bijzonder? Ja, is dat het wie natuurlijk in die zin wel een Lietse verrassing? Daar stond die op de 1500 meter pleerts haast. Klopt, ja. Hoe is de Arne Mannenwest naar dat OKT en dat het besef stadig gewoon indaald is bij die? Ja, het wie eerst gewoon vooral dat het besef inderdaad even landen moest. En daarna ben ik al snel naar Limburg gingen voor het trainingskamp. Dus dan bereid je eigenlijk al heel snel weer voor op het toernooi. Dus ja, het gaat eigenlijk gewoon heel goed alweer on trainen, maar het gaat alweer weer terug. Het is net zo dat ze er echt nog heel bot bij stilsteen in haar kerst. Want het ja. Nee, want... ja, je ging net, je vier net eerst even een feestje omdat je naar de Spelen ging. Nee, je ging eigenlijk gewoon meteen met trom de voorbereidingen. Wat kunnen we van die verwachtje in Peking? Ja, dat weet ik zelf ook net. Nee, dat is moeilijk zeggen. Het is voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik erin ging. Het is alleen nogal een hele mooie ervaring. En had ik gewoon de goede races reintegreren wil, dan show wat eruit rolt. Ja, 1500 en de massa staat binnen onderdeel die storiest. Ja, klopt. Die 1500, had je er een doel voor in de holle? Nou, ik wil gewoon een goede race rijden. En de laatste tijd had ik gewoon een aardige flow te pakken. En dat hoop ik gewoon trots te zetten. En dan, maar misschien... Gewoon een goede race rijden, dat is het doel. Is een medaille realistisch? Nou, weet ik niet. Ik ga nu de World Cup in de B-groep rijden, dus ik weet net dat een medaille dan realistisch is. Maar ja, op het EK werd ik vierde en het gaat wel gewoon goed, maar een medaille, ja, dat wordt gewoon heel moeilijk. Ja, op de massa staat binnen medaille kans misschien wel groter. Ja. Ga je hem daar al over praat, hoe het de rolverdeling versus Sil? Nee, we hadden nog net echt de honger en ik denk dat we dat pas derde wang in. Irene had eerst haar eigen races en ik had eerst de 500 hek. Dus dat moeten we eerst maar goed rijden. Meestal die het in de oranje hier en eigenlijk zoentje mijn duo binnen. Wie het zei dat Irene toch de arm maken wie. Ja. Per ongeluk had Stoos zelfs ook een keer gewonnen op het WK. Ja, vorig jaar inderdaad. Ja, per ongeluk. Dat doen we natuurlijk. Ja, dat staat iedereen. Ja, nou dat is natuurlijk. Gaat toch echt zelf dingen gewoon daarom, op dus eigen kracht. Het is salullig bedoel ik het net. Nee, snap ik. Maar het wie misschien een beetje in de oorspronkelijke plan in. Ja, is het klopt. Ook, ja, Slasto in Peking misschien ook wel maar de voest op tafel als zei van ja, maar hallo, ik kan ik goud winnen. Misschien mag ik van mij rijden. Ja, ik weet net wat ze van plan binnen en we moeten trouwens nog hoe haan, maar dan als je een master kan altijd oorzaken dan dat je van tevoren plannen, dat weet je nooit. Dus ja, het kan alle kanten ook in. Maar zoest ook maar de voest op tafel slaan kennen, want aan de andere kant, daar ben je rijstig, daar ben je nochter, daar ben je misschien net iemand die het, nou ja, die het meer lulk meidje kan. Althans, nee. Dat beeld hebben wij net vandaag. Nee, maar... precies. Ik ben ook net iemand die op de tafel slaat en zegt van nou, you rieden we voor mij. Nee, zo ben ik niet. En ik weet ook net dat ik zie gewoon eerst wat de bondscoach en ik denk dat Jorrit er ook nog wel bij zit. Ik denk, ik wacht hier zo wat zij zeggen en dan... Had het mijn zin, dan... nee, ik raak het niet. Dat zien we dan wel. Ja, dat die net zint. Maar het is wel met die voest op tafel. Nou, maar ik wil met de voest op tafel. Ja, dat zeker. Ja, dat mag ik. Ja. Want ja, is er een scenario, denkbaar dat Irene Schouten dan misschien een medaille pakt, donet, als dan toch bliert waar ze kist? Of is dat echt puur en alleenig als toch zelf op het podium stierst? Ja, het is gewoon een teamonderdeel. En je moet er gewoon als team rijden. En ja, soms moet je daar gewoon voor opofferen. Dus ja, het bedoelt misschien ook wel een beetje een team medaille.
Maar ja, uiteindelijk zitten maar hier namen bij, hè. Dus ja, het is ergens ook wel weer een individuele medaille. Maar je hebt gewoon een team nodig om daar gewoon goed te rijden. Ja, aan de andere kant kist ook zeggen, ja, hallo, je is hier de vrouwenkampioen. Ja, precies. Ik ben degene werd we voor rijden maken. Ja, dat ken ik. Dan maak ik me de vuist op tafel slaan. Dus ja, dan mag het al gebeuren. Dan mag die voest echt op tafel liggen. Die op tafel, ja, ik heb het in de gaten. Ja. En dan, zie je hem daar en wat het wordt. Wat ben eigenlijk de grootste concurrenten? Ja, je hebt de Blondin en Lolo bij altijd snel in de sprint. En de Japanners hadden dit hier, denk ik, net maar het sterkste team aan de start zien. Dus die zullen direct nog wel om de hoeken komen zien. Die ben ik altijd gevaarlijk. Ja, en daarvan weet je eigenlijk inderdaad dit seizoen nog net zo goed wat je daarvan verwacht je kennen. Nee, maar je weet ook gewoon dat ze goed rijden. Dat zie je op de individuele afstand ook wel. Dus die zullen gewoon goed aan de start staan. Dus daar hebben we zeker rekening mee houden. En ik denk dat de meeste mensen die nog wel verjitten. Ja. Ook omdat ze nou net rijden hebben met die ploeg. Dus ja, ik ben benijd. Ja, ben dat misschien dan nog wel de gevaarlijkste outsiders? Omdat je inderdaad net echt weet wat zij van plan zijn. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, en die Koreaanse, die hebben dit direct net heel veel schoen. Maar ja, weet ik net, op de Olympische Spelen kan samen weer oorzwezen.